Ik woon hier aan de Ringvaart, hier in het Zwaland. En ik ben de vertegenwoordiger van de Schiedamse bewoners in de commissie regionaal overleg van het vliegveld. En er is nu een hoop te doen, want het vliegveld heeft eindelijk cijfers gepubliceerd. Ja, al 3 jaar geleden hebben ze plannen gemaakt om het aantal vluchten uit te gaan breiden in de komende 10 jaar. En om dat te onderbouwen hebben ze allerlei rapporten gemaakt. Ja, en die rapporten die zijn dan vorige week verschenen. En daar word je niet blij van? Nou ja, niet blij. Kijk, we wisten natuurlijk dat men meer wil vliegen. Hè? 75% meer vluchten. En als je dan die rapporten leest, ja, dan is daarin nu de onderbouwing aangegeven. Maar in die onderbouwing komt wel heel nadrukkelijk naar voren dat de rekening, zoals ik dat heb geformuleerd, dat de rekening wordt neergelegd bij de omwonenden. En waar bestaat die rekening uit? Die rekening bestaat vooral uit meer milieuhinder. Dan hebben we het over geluidshinder, hinder in de luchtverontreiniging. Het verstoren van het woongenot eigenlijk en de gezondheid mogelijk. En daardoor worden ook de huizen minder waard? Nou, er is een rapport verschenen, de maatschappelijke kostenbatenanalyse zoals dat heet. En in dat rapport worden de voordelen van uitbreiden met het aantal vluchten worden afgezet tegen de nadelen. En een van de nadelen die in dat rapport staan is inderdaad dat de huizen minder waard worden. Of misschien wel minder in waarde zullen stijgen. Hè. Maar kijk, of ze echt minder waard worden is dan maar de vraag. Maar ze zullen minder in waarde stijgen. En dat getal is berekend op 100 miljoen euro. Niet alleen hier aan de Schiedamse kant, maar ook aan de kant van Landsingeland. Dat is nogal wat. Dat is absoluut wat. Ja, dat is heel veel geld. En dat geld, dat is dus eigenlijk het geld van de bewoners. En er zijn er mensen die zeggen, waarom ga je hier dan wonen als je last hebt van luchtvaartverkeer? Ja, nou, die vraag kan ik me heel goed voorstellen dat mensen dat zich afvragen. Ten eerste is hier normaal gesproken natuurlijk heel prettig wonen in Schiedam-Noord. Hè. Prachtig bij de omgeving, de mooie groene omgeving. Maar dat het vliegveld zo in hoeveelheid vluchten, dus in vliegtuigen zou toenemen. Ja, dat kon niemand natuurlijk 20, 30 jaar geleden toen deze wijken gebouwd werden veronderstellen. Sterker nog, toen de tijd, in de jaren 90, is afgesproken dat Rotterdam Airport zich mocht ontwikkelen, maar wel als zakenvliegveld. Ja, en iedereen dacht toen van, nou, dat zijn een paar van die business jets die af en toe eens overkomen. Maar nu gaat het een hele andere kant op, namelijk dat het zakenvliegveld vooral een vakantievliegveld is. Althans een vliegveld voor vakantiegangers met 20% zakenvluchten. Of zakenreizigers. Ja, en dat is even een andere koek dan. Dat tast eigenlijk je woongenot aan. Nou ja, kijk, nu ook. Het is stil. Het is, je hoort de eendjes, je hoort de ganzen. Dus in die zin is het hier natuurlijk normaal gesproken heel rustig. Maar zeker op bepaalde tijden van de dag. Dan hebben we het vooral over 's morgens tussen 7 en 7:30. Als er 6 vliegtuigen opstijgen. Dat is dan aan de Sveaparkenkant. Of 's avonds tussen 10 en 11. Als er 6 vliegtuigen landen. Ja, dan is het gedurende 30 seconden aan een minuut is het een behoorlijk hoog geluidsniveau. En dat betekent dat je dus op dat moment in ieder geval gestoord wordt in je woongenot. En daarnaast zijn er ook nog regelmatig nachtvluchten. Dus vluchten van die later dan 11 uur binnenkomen. Die ook tot bijvoorbeeld slaapverstoring kunnen leiden. En je kan boos worden, maar daar bereik je niet zoveel mee. Wat kan je er wel aan doen? Nou ja, boos is misschien inderdaad niet de juiste emotie. Ik denk dat we heel genuanceerd de komende tijd die discussie moeten voeren. Van goh, wat zijn nou de voors en de tegens van dit plan om het aantal vluchten uit te breiden. En ik denk dat iedereen die daar een mening over heeft, daar eigenlijk iets over zou kunnen zeggen. Je kan zeggen dan, goh, we hebben heel veel voorstanders. Maar er zijn waarschijnlijk ook wat tegenstanders. Vooral mensen die hier in deze wijk wonen. En ik denk dat die zich kunnen laten horen in de discussie. Op 17 mei is er een stadserf. Dan wordt door de gemeente georganiseerd. Komt Rotterdam Airport ook praten. En in dat stadserf kunnen alle voors en tegens worden uitgewisseld. En ook de bewoners, verenigd in het SOBO, die gaan een eigen klankbordgroep opzetten. En in die klankbordgroep hopen we zoveel mogelijk mensen met een mening te kunnen vertegenwoordigen. Waardoor ik, maar ook Henk Lampfe, die samen met mij in die Kroo zitten, die dus de Schiedamse bewoners vertegenwoordigen, dat wij beide gewoon goed gevoed worden in die discussie. En die discussie zal dus in de komende maanden gevoerd gaan worden. En vervolgens moet ergens in de loop van volgend jaar de minister daar een beslissing over gaan nemen.
En nu worden er in de buurt ook allemaal nieuwe wijken gebouwd. Heeft het daar nou nog invloed op? Niet direct, hè, want in Schiedam houdt de kritische geluidszone, zoals dat heet, en daarom staan we ook op deze plek, die houdt hier op hè, ongeveer. Die loopt daar richting de Ketel Oost, loopt hier voor een stukje. En hier langs de poldervaart eindigt de kritische geluidszone. En dat betekent dat de nieuwbouw op het sportpark Ketel net buiten die kritische geluidszone valt. Hè. Anders had daar echt niet gebouwd mogen worden, maar nu valt hij er net buiten. Maar goed, en het buitenvallen betekent toch nog wel heel veel geluid op je dak krijgen eigenlijk als nieuwe bewoner daar zo. Maar het heeft nu direct invloed op dit concrete bouwplan, maar wel bijvoorbeeld op station Ketel. Waar men had gedacht ook nog huizen te gaan bouwen. Nou, dat kan dus absoluut niet meer als deze plannen doorgaan. Dus u doet eigenlijk een oproep van iedereen van kom mee praten, geef je mening. Ja, op welke manier dan ook. Hè, maar zeker als het gaat om de officiële inspraakzaken, zoals op dat stadserf, hè, waar je echt met de gemeente en met Rotterdam Airport van gedachten kan wisselen. Maar ook binnen de overlegsituaties, binnen de wijkverenigingen en via het SOBO in de klankbordgroep die wij gaan opstarten. En mensen kunnen dat gewoon laten weten door bijvoorbeeld een berichtje aan het SOBO te sturen waarin ze dan aangeven, goh, ik wil wel meepraten.